Het is belangrijk om de rechten van de LGBT-gemeenschap te waarborgen. Dit kan alleen maar als wordt uitgegaan vanuit weerspiegelde data vanuit de Surinaamse samenleving. Tegen deze gedachten aan vond gisteravond de presentatie van twee onderzoeken plaats die onderdeel zijn van het Stand With Us SWU-programma, een samenwerking tussen de stichtingen Projecta en Parea. Wetgeving, gezondheidszorg, onderwijs, samenleving en buurtorganisaties waren de uitgangspunten van de onderzoeken. Het eerste rapport ging over de kennis, attitude en praktijken over de LGB-rechten in Suriname en is gedaan door Women's Rights Center. En het tweede gaat over stigma en discriminatie in de gezondheidszorg. Rawina Bihari, vertegenwoordiger van Women's Rights Center, gaf een korte presentatie over de verzamelde data. Er is een veelheid aan data. Wat we hebben gedaan, we hebben eigenlijk top 3 aanbevelingen genoemd die je kan onderverdelen of openbreken, zeg maar, in verschillende acties. Kijken we naar de top 3 aanbevelingen. Er zou implementatie moeten plaatsvinden van een landelijk educatieprogramma over LGBT-personen en rechten. Middels diverse methoden en kanalen, omdat je hebt subgroepen, we hebben subgroepen in de samenleving, dat weten we. En niet ieder subgroep kan je op dezelfde manier bereiken. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Kayadar Sukul, werd in de gelegenheid gesteld om een eerste reactie te geven op het medisch rapport. Hij erkent de belangrijkheid van de verzamelde data en zegt dat deze zal dienen als leidraad voor het ondernemen van verdere stappen. En dat wij bij de aanbevelingen zaken zien als inclusiviteit, acceptatie, respect, professionaliteit. En ik denk dat we zeker die zaken heel goed kunnen gebruiken om verder verbetering te brengen. De avond werd afgesloten met een discussie naar aanleiding van de twee onderzoeksrapporten.